Sander Fischer, 1-1. Nu de stofwolken zijn opgetrokken, kun je er vrede mee hebben als Spartaan? Uiteindelijk schieten we natuurlijk weinig mee op. We wilden winnen, dus wat dat betreft is het balen en teleurstellend. Aan de andere kant, het lijkt dat je de wedstrijd onder controle hebt, maar je komt wel achter. En op dat moment, je weet dat je in een lastige situatie staat. Je staat op dit moment 18e, kom je achter 1-0. Waarin het niet overloopt van kansen in de wedstrijd. Dan ga je vechten om voor die gelijk maken. En dat hebben we gedaan. En dan hoop je dat hij met een beetje geluk nog in de laatste minuut het ook nog probeer je hem er nog uit te slepen. Maar dat niet. Dus 1-1, gematigd tevreden. Het is misschien makkelijk, hè, maar dat vuur wat ik in de slotfase zie. Jullie spelen dan opportunistisch met meer aanvallers natuurlijk. Hè, maar de kansen die er dan zijn. Waarom kan dat niet in zo'n beginfase bijvoorbeeld gelijk? Want dat verwachtte ik wel van jullie eigenlijk. Ja, goed, dat wilden we ook. Alleen in de allereerste beginfase hadden hun eigenlijk een aantal keer de druk erop met diepe ballen. Daar moet je dan uitkomen. Maar ik vond eigenlijk dat wij denk ik wel de bovenliggende partij waren. Ik vond ons beter. Op het einde nog een... Ja, sleutelmoment, hè? Ik ben het helemaal ermee eens ben dat we in de eerste helft die power en in het beginfase of ook het eerste de gedeelte van de tweede helft, dat we niet die drive hadden. Ik vond juist al de wedstrijd wel redelijk die drive hadden eigenlijk. Maar niet de kansen die daar dan bij horen? Nee, goed. De kopbal van jou, nou moet je dan ook klagen? Ja, nou, eerste helft eentje die van de lijn, Kerami pak hem. Tweede helft nog hoop je dat hij net over de keeper heen stuitert. Dus maar goed, voor de rest, Muur hebben nog een kansje gehad. Nog wat schotkansen, wat scrimmetje, maar echt grote kansen ook niet. Dus misschien kansenverhouding kan wel kloppen. Al had ik wel het gevoel dat wij, bovenliggende partij waren. Slotfase, het penalty moment. Ook nog wel een dingetje. Jij stond er denk ik wat ver vanaf. Maar wat zegt Ryan Sanusi zelf bijvoorbeeld? Ja, ik weet het niet. Kijk, ik denk dat hij nu niet geeft dan... Ja, ik weet het niet. Ik kon het niet goed zien van ver weg. Dus volgens mij, misschien was het er geen één. Maar je hoopt dat hij op de stip gaat. Want we hebben Loris een goede penaltynemer. Dus maar goed, het was niet helaas zo. Ten slotte, hoe gek is het vandaag als je om je heen keek en je stond opeens in een ander shirt hier op Woudestein? Ja, aan de ene kant wel gek. Aan de andere kant ook wel leuk. En ik ben nu Spartaan en die clubkleuren draag ik en verdedig ik. Dus wat dat betreft leuk om hier terug te zijn. En het balen dat we niet de punten hebben. Dat was wel ons doel. En wat dat betreft overheerst wel een klein beetje teleurstelling. Ondanks dat je nog later gelijk maakt. Dankjewel.